allemaal, leuk dat jullie kijken naar Fem. En vandaag ga ik zien hoe ik deze... Hij zit nu in een potje, het is nu best moeilijk om te zien. Nou, ook deze scrub maak. En het lijkt me misschien heel raar om te zien, maar hieronder heb ik dus zeg maar rode scrub. En daarboven heb ik witte scrub in de vorm van een hartje. Die heb ik hier. Kijk, hoe cute is dit? Dus ik vind het echt zo schattig. Het zijn eigenlijk kleine blokjes die ik altijd gebruik bij het scrubben. Laatst toen wilde ik scrub, maar ik zag dat het scrub op was. En ik had ooit voor een high tea had ik zulke suikerblokjes gemaakt in de vorm van een hartje. Maar toen ik de scrub wilde maken en de normale suiker op was en alleen nog maar deze had, dacht ik van, hey, waarom ga ik niet gewoon dit proberen om te scrubben? En het werkte best wel goed en het scrubt sowieso iets fijner, want dit is zeg maar best wel grof van zichzelf. Als je normale suiker gebruikt dan, en je mengt het met olie voor een scrub, dan wordt het wel een beetje olieachtig. Maar doordat dit best wel grof is, scrubt het dus juist wat grover. En het is daarom een best iets grover scrub dan normaal. Ik zou hem dus ook voor je lichaam gebruiken, niet voor je gezicht. Ik vind het zelf een best wel fijne scrub. Dus ja, laten we maar gelijk beginnen hoe je dit maakt. Ik gebruik een glazen kom om alles in te doen. Olijfolie, je kan elke andere olie gebruiken die je fijn vindt. Maar ik vind zelf olijfolie best wel fijn voor scrubs. Een glazen potje. Deze komt van de Action en was echt maar 50 cent of zo. Hier ga ik straks mijn scrub in doen. Je kan elk ander potje nemen dat jij leuk vindt. Suiker. Ik heb hier toevallig rietsuiker, maar ik gebruik straks ook nog witte suiker. Dat hadden we toevallig in huis. Kijk maar wat jij fijn vindt. En eventueel kleurstof. Deze komt van de toko. En een mal. In de mal heb ik alvast wat water gedaan. En vervolgens doe ik daar de suiker in. Het is belangrijk dat je een heel klein beetje water doet. Want anders kunnen je hartjes uit elkaar vallen en zijn ze niet stevig. En zo ziet het er ongeveer uit. Ik heb de suiker in de mal gedaan. Een beetje water doorheen. Goed roeren. En laat dit een paar uurtjes staan zodat ze uitharden. En als je het goed hebt gedaan, dan komen ze er zo uit. Wees heel voorzichtig, want ze kunnen heel breekbaar zijn. En sommige mislukken bij mij ook. Dus ja, je kan een beetje iets te veel maken dan te weinig. En daarna kan je het gewoon kapot stampen en dan heb je weer normale suiker. En zo ziet het eruit. Dat zijn dan de hartjes. Ik vind het zelf ook leuk om gewoon een beetje normale scrub erbij te maken. En doe ik gewoon door een beetje suiker erin te doen in de bak. En vervolgens voeg ik daar wat olie aan toe. En ja, ik doe het altijd een beetje op gevoel. Je scrub moet een beetje, ja, niet te droog zijn, maar ook niet te olieachtig. Kijk maar wat je zelf prettig vindt. Gewoon zoals een scrub hoort te zijn. Gewoon een beetje proberen en roeren. Beetje kleurstof erbij, dat vind ik zelf heel erg leuk. Niet verplicht, maar dan krijgt het toch een leuk kleurtje. En ook even roeren. Met kleurstof hoef je vaak maar een heel klein beetje te gebruiken. Want dat spul is vaak best wel heavy. Als je wil kan je er nog een etherische olie aan toevoegen voor een beetje geur. Nou, ik vond het zelf niet heel erg nodig, dus ik heb het niet gedaan. Eerst doe ik de rode erin, de rode scrub. En daarna leg ik de hartjes erop, want dat vind ik toch een beetje, ja, dat vind ik toch leuk staan, zeg maar. En dan ben je eigenlijk al klaar. En ik laat nog even zien hoe ik het gebruik. Nou, je kunt de rode scrub eigenlijk gewoon normaal gebruiken als scrub. Gewoon scrubben. Wat ik ook erg lekker vind is gewoon een rode scrub gebruiken. Daarna een hartje pakken. En dat doe ik hier dan. Boen ik met het hartje een beetje. Ja, boen is misschien een beetje hard. Maar ga ik zeggen met dat hartje eroverheen. Wat ook heel lekker is. Gewoon een beetje. Ik heb hier kokosolie. Die wrijf ik op mijn huid. En vervolgens pak ik zo'n hartje. En dan ga ik er gewoon zo overheen. Want eigenlijk is een scrub gewoon olie met suiker. Maar hier heb ik dus eigenlijk de olie al op mijn lijf gesmeerd. En daarna ga ik gewoon met het hartje eroverheen. Dit vind ik zelf de allerfijnste manier. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Als je de video leuk vond, te abonneren. En dan zie ik je veel lekker. Doei! Bedankt voor het kijken. En dat kun je heel gemakkelijk doen met een dotting tool. Oftewel een dotting tool, hoe je het ook wil uitspreken. En daarmee kun je heel gemakkelijk...